Please sit down. Ladies and gentlemen, I hereby open the combined public sitting of the examinations committees for computer science and engineering, business and information systems, embedded systems and industrial and applied mathematics. These committees represent different master programs of mathematics and computer science in collaboration with the departments of electric engineering, industrial engineering and innovation sciences. So my name is Edwin van den Heuvel, and I'm the vice dean of the department and represent hereby the department board. It is a pleasure to welcome you all and the candidates to this graduation event. We are as a department proud that, I hope I counted correctly, 14 students, our students, they are in front here, will receive the degree of Master of Science. We offered these students a rich variety and advanced courses given by excellent teachers. They also did a challenging graduation project. We think they are all well prepared for their careers. Some continue in science. Some go to industry. And some might start their own business. I'm just looking, but we'll see. I sincerely hope that you all enjoyed our university and the program you followed. And there are two more, just in time. So the Examinations Committee for Industrial and Applied Mathematics has assessed the work of the following candidates: Maud van Stijn, Timo Scholte, Ruben Hinskens, Ivo Stroepker, just came in, Julian Steeman, Laura van Hees, Lia Klaren, now it's more difficult for me to see, but Loes van Rijswijk, Wouter Scharpach, Mark Oostendorp, Rick Sengers, Dennis Schol en Dimitri Ree. The examinations meeting for the Business and Information Systems has assessed the work of the following candidate, the only one separate from the rest, Yuri Soons. Well, please forgive me if I pronounce your name incorrectly. Ladies and gentlemen, candidates, Masters of Science, I am pleased to say that you are all passed your examinations. And you will therefore receive your diploma shortly for your respected master degree. This degree entitles you to use the titles Master of Science and Ingenieur. Next, the graduation advisors of the candidates, sitting all here, will hand over the diploms along with a short speech. I will not further introduce them. The screen will hopefully show, which candidate will be addressed. I have to click, so I might go things wrong. So I would like to give the word to the first one, and that's... Let me see. Yes. Maud, je mag hier naartoe komen. Maar het is er groot genoegen om jou te... om daar te gaan staan. Groot genoegen om jou te feliciteren met je diploma. Voor het fotomoment ook. Goed, Maud, normaal gesproken... ga ik me altijd nadenken wanneer ik een student voor het eerst bij een college ontmoet. Maar in jouw geval kon dat niet, want je hebt je bachelor in Middelburg bij het Roosevelt Academy gedaan. En ik gaf geen vakken in de master. Maar ik had een interessant project bij ASML, waar we een strategische samenwerking mee op aan het zetten zijn. Daar hadden we ook een slimme student nodig. En gelukkig was ASML zo goed geweest om jou een beurs te geven. Dus op die manier zijn we toch bij elkaar gekomen. ASML heeft vele interessante problemen. Het is een enorm high-tech bedrijf met hele gecompliceerde machines waar ze echt wereldleider in zijn. Heel veel data verzameld. En aan jou de taak om uit die data ook voorspellingen te gaan doen voordat machines stuk gaan. Want stuk gaan van een ASML-machine kost heel veel geld. En dan spreek ik over heel veel geld. Meer dan mijn jaarsalaris in een uur ongeveer.
Dus u ziet het belang van de taak die Maud had. Data was er genoeg, zeiden ze. Maar ja, je hebt gemerkt dat tussen wat men denkt dat er is en de werkelijkheid er een groot verschil is. Je hebt een heleboel case studies bekeken. Elke keer werd beloofd dat het goed was. En elke keer was het toch weer anders. Dus je hebt een ongelooflijk doorzettingsvermogen laten zien in jouw project. Dat wist iedereen die erbij betrokken was. Maar wat opvallend was, ook de leden van de commissie die alleen het rapport lazen, gaven jou het compliment van ongelooflijk dat je maar steeds bent door blijven gaan. Dat is niet altijd makkelijk geweest. Je hebt ook gezegd, ik heb wel eens mezelf streng moeten toespreken. Ik heb jou ook wel eens moeten opmonteren van, er is niet alles wat misgaat. Dus daar heb ik ook echt heel veel bewondering voor. We kunnen nu om lachen, maar het is echt heel zwaar geweest. Precies. Maar je hebt doorgezet. Ja, en dan, hoe gaat zo'n project? Je hebt ook allerlei verwachtingen dat er briljante wiskunde uitkomt. Nou, ik denk dat jouw verslag niet bol staat van briljante wiskunde. Maar wij denken dan misschien dat dat belangrijk voor het bedrijf is. Ik denk dat jij een verslag hebt geschreven wat enorme impact op ASML heeft. Niet alleen omdat jij hebt aangetoond dat er bij hun data-administratie het nodige mis is. Maar je hebt ook aangetoond dat statistische methoden het minstens zo goed doen als machine learning. Dat wisten ze niet. En een andere manier om te zien dat men echt geïnteresseerd is in wat jij bereikt hebt, dat er daarna twee studenten op hetzelfde onderwerp door wilden gaan. Dus wat jij in je eentje moest doen, wilden ze dan gaan splitsen in twee personen. Dus het feit dat jij misschien dacht van, er komt niets uit, dat is natuurlijk niet waar. Dat is een licht gebrek aan optimisme bij jou. Maar ook dat gaat goed komen. Men wil verder. En dit wist jij al, dat er dus een vervolg kwam. Dus dat jouw verslag al helemaal doorgespit is door een van deze studenten. Dus het wordt gelezen, het wordt niet vergeten. Maar wat jij niet weet is, want je weet wel dat er een SPC-project op corporate level is, maar die willen nu ook met mij gaan praten. En dat komt allemaal door jou afstuderen. Dus de impact is waarschijnlijk veel groter dan misschien andere verslagen. Dus dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat er zoveel impact al uitkomt terwijl je nog niet eens afgestudeerd bent. Dus dat komt allemaal goed. Ik heb ook het volste vertrouwen in dat jij in je verdere carrière het gaat redden. Want nogmaals, dat doorzettingsvermogen en het echt de dingen uit willen halen, dat gaat je goed van pas komen. En ja, waar ik ook, daar wil ik je heel veel geluk mee wensen, de verdere carrière. En ja, ook heel bijzonder, ik heb dat nog nooit meegemaakt, een student die een paar weken na het afstuderen gaat trouwen en toch de focus op het afstuderen heeft kunnen houden. Dus heel veel plezier en geluk daar ook mee met Torben die ergens in de zaal daar zit. Dus nogmaals gefeliciteerd. En ja, het was een plezier om met jou samen te werken. En ook ja, zeer persoonlijke kaartje wat je mij hebt gestuurd om te bedanken, heb ik netjes een mooi plekje op mijn kamer gegeven. Dus je wordt niet vergeten. Allerbeste. Hey Timo, van harte gefeliciteerd met je diploma. Even open. Fotografeer daar. Eén iemand. Ja. Ja, ik heb eventjes iets op papier gezet. Goed in de microfoon. Goed in de microfoon, ja. Toen je anderhalf jaar geleden bij mij het vak Graphs and Algorithms volgde, deed je dat gelijk glansrijk en je had de hoogste cijfers. En ik was dan ook hartstikke blij toen ik hoorde dat je besloot dat je nog in de algoritmiek verder wilde afstuderen. Helaas wilde je dit ook graag in het buitenland doen voor die extra ervaring. Dus ik was niet discouraged, zo gezegd. En ik heb dan goed voor je gezocht. En uiteindelijk heb je in februari ben je begonnen in Noorwegen voor je afstudeerscriptie. In wat ik denk ook, natuurlijk na Eindhoven, is een van de beste plekken ter wereld om dit onderwerp te doen. Al daar kwam het onderwerp van je COSI-bevijzer al daar, Vodafone, in. En dat was het zogeheten cluster-editing probleem. Cluster-editing by partial complements. Ik zal je niet al te veel met de technische details lastigvallen. Maar in het algoritmische probleem is een set items gegeven, samen met verbindingen die aangeven of die items wel of niet verwant zijn aan elkaar. En we willen die items in groepen van zogezegd echt verwante items clusteren.
idealiter kloppen al deze verbindingen precies. En is het clusteren gewoon heel simpel. Je kan gewoon even naar de verbanden kijken en je ziet het gelijk. Maar in onze variant konden een aantal fouten zitten. En het bleek wel dat dit de boel echt flink compliceerde. Nou, wat jij deed is, je ging gelijk grondig te werk met het probleem. En na een paar weken al kwamen er gelijk een aantal zeer indrukwekkende resultaten uit. Maar het hoogtepunt kwam echter mijn inziens, en volgens mij ook jouw inziens, medio mei. Waarin je een lemma bewees dat de zogenaamde symmetrische rang heel sterk relateerde aan een gewone rang van een matrix. Ik heb dit lemma ook al aan een paar collega's laten zien uit enthousiasme. Die waren ook onder de indruk. En Fedor en ik hopen echt dat we daar nog een mooie publicatie te zijn tijd uit kunnen gaan, van kunnen gaan maken. Ja, tijdens het samenwerken viel me vooral op dat je een enorme doorzetter bent. Omdat je flink in zeer lastige materie wist te bijten. Ik denk dat we je niet makkelijk hebben gemaakt met dit onderwerp, maar je liet je niet op je kop zitten en je bent gewoon hard doorgegaan. Ook bij de Skype-meetings was je altijd zeer gestructureerd. En de wekelijkse drafts waren altijd al grotendeels in orde, vond ik zelf. Daar was ik zeer van onder de indruk. Al met al wist je als je descriptie met een 9 af te sluiten en je master dik verdient cum laude te halen. Ook vanaf mij af aan en vanaf Fedor ook niks dan lof over hoe je het gedaan hebt. Dus veel succes. Van harte. Dank je wel. Ruben Hinskens. Beste Ruben. Het afgelopen jaar heb jij je enorm verdiept in belangrijke aspecten van de numerieke optimalisering en in het bijzonder gradiëntmethode. Deze zijn heel hot en belangrijk, niet alleen in toegepaste wiskunde, maar ook in context van verwante gebieden, big data, machine learning, artificial intelligence. Ga zo maar door. Nou, je hebt dit onderwerp bekeken vanuit een aantal gezichtspunten. Een numerieke optimalisatie, lineaire algebra invalshoek. En dat is ook zo'n mooi aspect aan dit onderwerp. Er komt van alles in samen. Dus Ruben moest zich eigenlijk een heleboel eigen maken. Je hebt hard gewerkt, enthousiast gewerkt, met goede aandacht voor zowel theorie als implementatie. En daarbij was je heel zelfstandig. Soms verdween je wekenlang uit mijn zicht een beetje, maar dan had je ontzettend hard doorgewerkt. Doorzettingsvermogen, ook al vaker genoemd, maar dat heb jij ook heel duidelijk. Eigen initiatief. En je was ook een goede foutenvinder in de artikelen van wereldwijde experts. Dus er klopte op een gegeven moment iets niet. En we hadden allerlei mogelijkheden gecheckt, maar Ruben had op een gegeven moment door. Het is gewoon staat een fout in het artikel. Nou, in je werk stuitte je al gauw op een paar afkortingen. Allereerst bekeek je steepest descent methode, dus dat geeft SD. Daarvan bestudeerde je versnellingen, limited memory, dus dat gaf LMSD. Nou, daarbij bekeek je dan de harmonische varianten van, de HLMSD. En daar hebben we dan weer wat varianten van bekeken. Jij kwam met de adaptieve HLMSD, dus dat geeft al AHLMSD. Nou, jij hield je heel professioneel, maar ik werd een beetje lacherig van die uitdrukkingen. Dus ik heb heel bescheiden dan maar gesuggereerd op een gegeven moment om de AHLMSD gewoon heel anders te noemen, gewoon heel kort de HH-methode. En dat staat natuurlijk voor de Hinskens-Hostebach-methode. Nou, om het nog mooier te maken, trof het bijzonder dat je bij je presentatie en verdediging ook collega Cor Hurkens aanwezig was met die mooie smaakvolle groene das. En niet alleen is hij een heel fijne collega, maar hij had tijdens je verdediging ook ter plekke een nieuw idee. Dus het was onvoorstelbaar, echt een heel origineel idee. En het allerfijnste was natuurlijk dat zijn achternaam Hurkens ook met een H begint. Hè? U lacht al, inderdaad, en u zegt hahaha. Hè? Dus dat is precies onze suggestie. Hè? Misschien ziet binnenkort wel de hahaha-methode het levenslicht. Nou, als dat geen succes wordt. Hè?
Ik wil ook nog even vermelden dat het bijzonder is dat zowel je vader als je vriendin ook allebei wiskundigen zijn. Heel bijzonder, bij de verdediging kon zijn vader inhoudelijke vragen stellen. Dus we kunnen alleen maar concluderen, logisch als wiskundige, dat moet bij jullie in de familie wel allemaal koek en ei zijn. Dat kan gewoon niet anders. Nou, ik ben dankbaar dat ik je heb mogen begeleiden. En ik wens jou en je vriendin en je familie het allerbeste voor de toekomst. En één ding weet ik zeker, je toekomst die wordt vast optimaal. Gefeliciteerd. Beste Ivo, that's the accent of my Dutch. Okay. It is a great honor to be here to congratulate you for the completion of your master's degree. Right, our journey together began a few years back when you took the course Mathematical Statistics and then did a bachelor process project on testing for multimodality. And in that project, you already showcased your scientific curiosity, your ability to work independently, to do research independently. It was really, really nice, actually. I actually looked forward for the meetings we had because it was, I always felt that I learned something new, which is not, doesn't happen all the time. And actually during your project defense, Professor van der Oval and I remarked that your work in that project was already closer to a master thesis than to a bachelor project, so, and publishable in a good venue, right? So we hope to do that soon enough, right? So we had very high expectations for your master's, right? So in, you had the desire to try something else, so you decided to pursue a double degree, right, in the Politecnico di Torino in Italy and at the TUI. So the first year here at the TUI, and then the second year in Italy, where you ultimately did your final project, right, supervised by Mauro Gasparini and Enrico Bibona. And I was a formal supervisor from the TUI, but actually my involvement in the project was relatively modest. So they should be the ones congratulating you here, not me, but okay, they could not be here, right? But you nevertheless you kept me up to date with the challenges in the project and so on, so I felt that I was also involved, right? And your project was on statistical inference based on the empirical identity process. Okay, and there's points of contact between your project there and what you did in your bachelor, right? So this empirical identity process is a stochastic process that was introduced recently, motivated by challenging questions in goodness of fit testing. And you propose in your work novel statistics and tests based on this process and show that they had many desirable properties, right? And you could also use this process for parameter estimation. And you developed methods for this that had essentially almost optimal performance, but they were furthermore very robust to model misspecification, which is not the case with many of the other approaches. Okay, so let's see. So this thesis is a remarkable piece of work that brings your master program to a closure in the best way possible as you are graduating cum laude, both at the TUI and at the Politecnico di Torino. And to quote Enrico Bibona, right, so now let me read this carefully. When we proposed the project to Ivo, our idea was quite general. Try and see if the statistics we had introduced in a previous paper could have better statistical applications with respect to the one we had originally proposed. We suggested testing goodness of fit with estimated parameters or parameter estimation, and we guessed that it could work well for mixtures. All the other directions, initialization issues, robustness, other statistics, all the trials, all the code, and all the references to the literature was work proposed and done by Ivo himself. It was a great pleasure to work with him and to see a serious, curious, and passionate student at work. He was enthusiastic and really seemed to have fun working in the project. The deeper he was going, the more fun he transmitted. Right? The results are new and interesting, and we wish to keep working with the same spirit. And you caused such a good impression in Torino that they really would like to have you there as a PhD student and made you an offer. So to conclude, I would like to congratulate you again on your degree and distinction.
it's been truly a pleasure to work with you, and I sincerely hope we keep working together. So you must be disappointed to see me. I hope we're going to get it working. But the person who should have been here is Stella. And she has actually provided a video message. I'm going to try to see if that's going to start. Uh-oh. Nope. It was tested. Ja. Ik weet het niet. Ik zal hier eens kijken of het hier werkt. Dear Julie, let me first of all congratulate you on your diploma and apologize for not being present today at the ceremony. Let me also convey my congratulations on getting the diploma with a cum laude distinction. Kudos. You discovered your fascination about financial mathematics during your bachelor's degree. And this fascination also shaped your master's, as you did your graduation project on financial mathematics, and you're now pursuing a second master's degree at the University of Amsterdam on the topic of financial mathematics. In your graduation project, you undertook a very challenging and urgent topic, that of investigating how many stocks a large long-term investor, such as a pension fund, should hold for a diversified low-risk portfolio. This topic is highly relevant today as the recent financial crisis revealed how sensitive the investment industry and with it pension funds are, and how necessary it is to focus on investment strategies that could better diversify risk while sustaining returns. In a nutshell, and with a great hint of hyperbole and humor, your graduation project consisted of four steps. Step number one, make a decision, also known as to realizing that the best decisions are sometimes made completely at random. Step number two, get to know your funds, which in your case can be interpreted as spending months looking at Excel spreadsheets. Step number three, set limits, also known as deciding how much you would be willing to lose from other people's money. Step number four, consolidate, which is nothing else than asking for expert advice. Joking aside, you treated a very practical problem utilizing various mathematical tools such as applied probability and data analytic techniques and concepts from financial mathematics. Combining the above in a smart and original way, you were able to provide an answer to a timely and incredibly challenging question and correct the relevant literature which highly undervalued the necessary number of stocks to hold. In your work, you exhibit all traits of good mathematicians. You work hard, you look for patterns, you ask questions, you come up with solutions, and you have a good ability to comprehend complex mathematical concepts and analyze problems. And on top of these abilities, you're always positive and energetic. But what astonished me the most was how well organized you always are, and how actively and dynamically you pursue your goals. I have immensely enjoyed working with you on a problem that, although was incredibly complicated, you mastered it in a short amount of time and achieved in creating an elegant solution. On behalf of all the people involved in your graduation project, I would like to convey our most heartfelt congratulations and wish you success with all your future endeavors. It has been a true delight working with you. Again, congratulations on receiving your diploma with a cum laude distinction. Alvast gefeliciteerd. En die moeten we even showen. Een foto maken. Goed. Prima. Oké, die heb je vast. Goed. Beste Laura, Inge Jure van Hees.
Je zit hier al een tijdje. Je hebt eigenlijk net zo lang gestudeerd als ik. Dus, dat is heel prima. ik heb maar ietsje langer gestudeerd zelfs. Dus, en in die 7 jaar hebben we onze paden hebben vaak gekruist. En met name op modelleerdingetjes. In het allereerste jaar was je al proefkonijn voor het toen nog op te zetten basisvak modelleren, wat ondertussen alweer verdwenen is. Het jaar daarop deed je modelleren B, heb je nog iets gedaan over frequentietoewijzing. Misschien deed je het niet meer weet, met Ivo. Dan kwamen we elkaar weer tegen in je bachelorproject, waar ik je lastig viel met neursrostering. Ik had een project voor medici om een planning te maken en dat wilden we eens uitbreiden naar verzorgsters, verpleegsters enzovoorts. Allemaal van die MIP-modelachtige dingetjes waar je wel wat feeling voor ontwikkelde. En uiteindelijk kwam je dan terecht bij het bol.com-project. Weer in de logistiek sfeer, weer iets van, oké, iets in elkaar timmeren, een tool bouwen waar iemand wat aan heeft. En dat project, dat had je ook mooi zelf bij elkaar geklust, door naar de goede dag te gaan en te praten en te moet ik het zeggen, dat regelen, dat lukte jou allemaal heel goed. Dat is eigenlijk iets wat in de hele lijn voorkwam, ook bij dat neursrostering was bijvoorbeeld, ik had eigenlijk geen data, dus jij ging op pad en je ging zelf mensen interviewen over, nou hoe zit dat nou en wat verwacht je van de rooster en waarom is het meestal fout. Ik denk dat je bij bol.com een beetje in dezelfde situatie terechtkwam. Bij zo'n groot bedrijf heb je altijd veel mensen die weten iets of die kunnen iets of die verbergen iets. En dan weet jij daar toch weer op tijd naar de goede mensen te gaan, de goede informatie naar boven te halen. En uiteindelijk heb je daar een tool gebouwd alvast waarbij je... voor bol.com was het een beetje zaak van als iemand wat bestelt, oké, waar moeten we het vandaan verschepen en hoe krijgen we dat zo goedkoop mogelijk bij de klant? En liefst met een druk op de knop. En wat daar inderdaad weer bij komt, is dat je van allerhande kanten de informatie moet krijgen. En dan moet je het, als je het programma bouwt, ook nog eens in je programma zien te peuteren. En al dat soort dingen zijn lastig, maar je bent een goede doorzetter wat dat soort dingen betreft. Dus daar is het heel goed gelopen. En dat is voor mij ook de basis dat ik denk dat je als regelaar, maar ik weet nog niet hoe dat gaat worden, maar daar zijn jouw sterke punten en daar ga je het vast goed in doen. Gefeliciteerd en succes. Lia? Dat was proficiat. Even kijken of we dit aan iemand naar boven. Oké, daar moeten we zien. Dank je. Dat is gelukt. Goed. Nog iemand die heel veel van Eems weet. Dat is een beetje mijn stokpaardje. Beste Lia, ingenieur Klaren. Jij hebt flink door jouw studie heen geroutst, zou ik zeggen. Ook goed. Ook veel projecten gedaan. Ook al die projecten lagen in het begin. Het zijn allemaal scheduling-achtige, toewijzing-achtige projecten. En wat me nog het meeste bijstaat was je project over de Amsterdamse scholieren. Die moeten gaan kiezen voor het VWO. En die kunnen wel allemaal naar hetzelfde lyceum willen, maar dat past niet. Dus daar moet een kritische toewijzing gemaakt worden van... ik heb het hier over het bachelorproject, maar goed. Er moet een toewijzing gemaakt worden van welke leerling mag naar welke school. En dan is de kunst van, wat bouw je nou voor model? En wanneer is dat model nou eerlijk of beter? Want er is wel iets wat daarvoor gebruikt wordt, maar daar waren wij behoorlijk kritisch op. En we hebben ze toch kunnen laten zien dat met jouw uitkomsten dat er echt wel betere oplossingen mogelijk zijn dan hun
Nee, laat ik daar geen oordeel over geven. Oké. Dat gaf in ieder geval goede hoop dat we jou best voor wat ingewikkelder klussen kunnen zetten. Dus we hadden nog een schoolprobleemachtig iets. Jij zocht een stage en toen kwam je bij Advitere terecht. Dat is een bedrijf dat lesroosters bakt. Dus dat is ook weer met name voor ROC en ook voor andere hogeschoolinstellingen. En dat is ook een hele technische klus en daar werd je uitgedaagd om te denken over hoe kun je leerlingen die ongeveer hetzelfde pakket hebben clusteren, zodat daarna het roosterprogramma er lekker mee uit de voeten kan. Goed, het werd al wat groter. En nou ja, dat was een kort project, dus na de hand zochten we iets nog beters of nog uitdagender, laat ik het even zo zeggen. En toen kwamen we bij ASML terecht. Je bent nou pas nummer 2. Ja, daar komt nog iemand. Ja, er zijn er nog meer hier. Ja. Oké. ASML heeft ook iets in de planningsfeer. ASML heeft heel veel dingen, maar dit past een beetje bij ons. Maak een rooster voor al de medewerkers die de hele wereld rondreizen om daar de machines te installeren bij de klanten. Met allerlei randvoorwaarden. En opnieuw was in dit geval was de specifieke uitdaging van: het moet allemaal groter, langer. Rosemarie Scherve had al een project gedaan, maar die kon een mooi plan maken voor een maand. Maar we willen eigenlijk voor een jaar een plan maken voor alle afdelingen tegelijkertijd. En daar eigenlijk ook nog even bij nadenken of ze misschien nog een tussentrainingje moesten doen. Dus je moest de heleboel weer opschalen. Dat was een behoorlijke uitdaging. Ook al omdat soms de software waar we mee werken akkefietjes had. En ik vind het ontzettend knap als je werkt met iets wat een antwoord zou moeten geven, maar het doet het niet helemaal, dat je dan uit al die brei nog weet te achterhalen van, nou, die meneer op die dag is tegelijkertijd, hij was in ieder geval dingen aan het doen die niet konden. En je kon precies achterhalen waar het pijnpunt zat. En dat was een van de keren dat ik Eems weer op een foutje heb mogen wijzen. Waar je het aan de buitenkant helemaal niet ziet. Ik bedoel, de omschrijving is allemaal duidelijk. Het zou moeten doen, is ook duidelijk. Alleen, hij deed niet. Daar kwam je toch maar weer achter. Ja, nadat je al die simulaties had gedaan, bleek toch weer ergens iets te zitten. Ik vind het ontzettend knap hoe je telkens weer er toch doorheen bijt en denkt van, nou, dit gaat me gewoon lukken. Ik weet dat het moet. Ik ben blij dat je nou weer teruggaat naar je Advitree. Je gaat daar lekker samen met Jasper aan de slag. Een wiskundeteam bouwen achter de lesrooster. Je gaat er vast een goede toekomst tegemoet. Ik wens je er veel succes en veel plezier ook. Loes, gefeliciteerd met je diploma. Is een foto gemaakt worden? De trap, oké. Beste Loes, ik denk dat je in de zomer van 2017 vlak voor de vakantie bij me kwam, ongeveer rond die tijd. En je kwam met de vraag, of met het verzoek, ik zoek een stagebegeleider. Ik ga stage lopen bij ASML en ik zoek een begeleider. Oké, dus ik ben op zoek gegaan naar in de groep Scientific Computing. Maar eigenlijk had iedere collega wel een smoes om je niet te begeleiden. Dus ik besloot het maar zelf te doen. En daar heb ik geen spijt van gehad. Ik vond het een ontzettend leuke samenwerking. Zo, wat ging je doen? Je ging naar ASML. En jouw taak was om de lage structuur van een plaatje te detecteren aan de hand van een inkomend elektromagnetisch veld. Dat was de bedoeling. En dat is zeer interessant, zeer moeilijk probleem. Te meer omdat jij waarschijnlijk bij aanvang van deze stage er erg niks van af wist.
Dus dat is zeer knap te noemen. Goed, je ging aan de slag. Maar eigenlijk moet ik zeggen, ik heb voor die begeleiding niet zoveel werk gehad. Eigenlijk, want je werd bij ASML begeleid door Martijn van Beurden. Die zal hier ergens in de zaal zitten. Hij is hoofddocent bij elektro, specialist op het gebied van elektromagnetische golven. Deeltijder bij ASML, dus je was bij hem in goede handen. Hij heeft je ingewijd in de theorie van de elektromagnetische velden. En toen ging je aan de slag. Ik moet nog zeggen, er zijn van dit probleem twee varianten. De TM-variant en de TE-variant. En je hebt als eerste de TE-variant aangepakt. Het makkelijke probleem. Het makkelijke probleem is ook al moeilijk genoeg. Nou, je ging enthousiast aan de slag. Je leidde allerlei oplossingsformules af. Je hebt het een en ander geïmplementeerd in MATLAB en getest. En het werkte fantastisch. Dus de begeleiders bij ASML waren ook zeer lovend over jou. En je vonden je zelfstandig, enzovoort, enzovoort. Dus je stage is beoordeeld met een 9. Nou, waarschijnlijk had je de smaak goed te pakken, want je wilde verder gaan. Dus jij hebt je stage omgezet in een afstudeerwerk en ging toen met de moeilijke variant aan de slag. De TE-variant. Was toch een tikkeltje lastiger. Maar met veel doorzettingsvermogen en veel inventiviteit heb je ook dat tot een goed einde gebracht. Dus je hebt een prachtstuk werk afgeleverd. Het stageverslag is beoordeeld met een 9, zoals gezegd. Maar ook het afstudeerwerk is beoordeeld met een 9. En dat samen met al je andere cijfers is de reden om jou met cum laude te laten slagen. Dus je hebt twee moeilijke klussen geklaard. Maar er was nog één dingetje wat je moest doen wat nog moeilijker was. Wat eigenlijk nog veel moeilijker was. Je weet wel waar ik het over heb. U zult zich afvragen, wat komt er nog meer? Ik bedoel, ze heeft twee moeilijke problemen opgelost. Maar dat laatste dingetje wat gebeuren moest, was het inleveren van het verslag. Het heeft heel veel moeite gekost om ASML te overtuigen dat er voldoende waarborgen zijn dat er geen geheimen uitlekken. Ik kan me nog herinneren, het heeft weken en weken geduurd, was een gebed zonder eind. En als ik dan af en toe bij de studentenadministratie kwam, dan kreeg ik stevast de vraag, en hoe zit het nou met het meisje van ASML? En dan zei ik, ja, het meisje is wel goed, alleen het verslag wil maar niet komen. Het probleem is uiteindelijk toch opgelost. Je hebt al je verslagen, zowel stageverslag als afstudeerverslag, kunnen indienen. En met als resultaat dat je hier staat. Je gaat nu verder bij ASML. Je bent bedenkt, dus de komende 2 jaar werk je onder leiding van Martijn, denk ik, bij ASML aan hetzelfde probleem. Ik weet zeker dat je met jouw capaciteit daar een succes van wilt maken, of kunt maken. Ik wens jou uiteraard heel veel succes die komende 2 jaar en ook in je verdere carrière. En het meisje van ASML is de vrouw van ASML geworden. Wouter, jij hebt gewerkt aan optimal paths voor de Reach-Apps car with monotonic spatial control en vessel tracking in image analysis. Dat was de titel van jouw verslag. Je hebt daarbij gewerkt aan diverse ingewikkelde geometrische funseler en supprimantse modellen voor optimale paden in de ruimte van plaats en oriëntatie, die we konden embedden als een Lie-groep-quotient in de rototranslatiegroep. Als toepassing heb je gekeken naar het detecteren en analyseren van bloedvaten in medische beelden. Waarbij die Reach-Apps car, dat autootje, netjes over die bloedvaten heen loopt en je daarmee een hele vaatboom kan detecteren. En dat was interessant, want we hadden uitdagende beelden van Philips waarop dat klusje geklaard moest worden. En ja, het praktische voordeel van de detectiemethode is dat je daarmee zowel met kruisingen, zoals we eerder al hadden opgelost, als ook met bifurcaties kon omgaan. En met name dat laatste was een stevige uitdaging. Op het theorievlak heb je ook stevig aan de weg getimmerd.
getuigen 4 nieuwe differentiaalmeetkundestellingen, voorzien met echt wel mooie bewijzen. Ik hoop ook van harte dat als je ooit in de toekomst boodschappen gaat doen bij de supermarkt en ja, je hebt iets te enthousiast aan de versnellingsbak getrokken en ja, de auto staat nu helemaal in de achteruit en misschien heb je tegen die tijd wat huilende kinderen op de achterbank. Dat je dan even terugdenkt aan die Hamiltoniaanse flows op de co-raakbundel van plaats en oriëntatie. Want dat zal je dan op dat moment zeker van pas komen om die auto nog op de goede plek te krijgen. Dat komt wel goed, precies. Nou Wouter, ik moet zeggen, je was een ontzettend leuke vent om mee te werken. Heel enthousiast, heel fanatiek. En ik merk ook op, als jij wel eens een keer commentaar kreeg, of als ik wel eens een keer een beetje streng was zelfs, dan pakte je dat heel goed op en dan was de keer erop echt alles in orde. Dat vond ik heel, heel goed. Dat enthousiasme, dat was soms, moet ik het ook een klein beetje temperen in de verslaglegging. Dan waren er wel heel veel definities die op de lezer werden afgevuurd. Maar dat heb je heel mooi opgepakt. Je hebt een heel net verslag uiteindelijk afgeleverd en ook een prachtige presentatie gedaan. Je gaat het zeker nog heel ver schoppen. Met dat fanatisme, dat is gewoon hartstikke gezond en goed. En ik wens je heel veel succes in het PhD-project bij Björn Baumeier, wat er nu aan gaat komen. Succes. Nou, gefeliciteerd. Dank u wel. Ingenieur. Dorp. Ja. Foto. Nu is hij klaar. Ja. Beste Mark, beste ingenieur Mark. Allereerst natuurlijk gefeliciteerd met je mooie prestatie. En 2,5 jaar geleden, denk ik, kwam je deze kant op van een kleine universiteit, technische universiteit uit het westen, naar het centrum van de techniek hier in Eindhoven. En je kwam hier om discrete wiskunde te studeren, met name om ook die toepassingen in de crypto- en de coderingstheorie te gaan doen. Maar het is anders uitgepakt. Ik weet niet of het kwam door de colleges die je bij mij volgde, die wat abstracter waren en wat meer algebra hadden, of misschien een andere reden, maar op een gegeven moment kwam je vragen om een afstudeeronderwerp. Ik had een paar suggesties en tot mijn verbazing koos je het onderwerp Lie-algebra's, dat misschien wel het meest abstracte was van de dingen die ik aan je wou geven. Lie-algebra's, ja, wat zijn dat eigenlijk? Ja, het is heel moeilijk uit te leggen, maar het gaat nogal diep. En waar gaat het over? We hebben meetkundes, dat zijn objecten met een bepaalde vorm en die hebben symmetrie. Daar kun je een groepentheorie mee doen. Maar dat is moeilijk om daarin te rekenen, dus daar gaan we iets lineariseren, gaan we een algebra ervan maken. En dan wordt het rekenwerk wat makkelijker. Nou, die connectie tussen aan de ene kant meetkundes met mooie vormen, aan de andere kant symmetrieën en aan de derde hoek de Lie-algebra's, die heb je onderzocht. Daarvoor heb je 3 onderwerpen echt onder de knie moeten krijgen. Met name de meetkunde en Lie-algebra, dat was een hele kluif om daar toch enige kennis van te vergaren die je niet in het westen van het land had opgedaan. Maar dat is je wonderwel gelukt, want binnen 2 maanden had je eigenlijk al 4 van de 6 hoofdstukken geschreven van jou afstudeeronderwerp. Natuurlijk, daar zaten nog wel wat kleine verbeterpuntjes aan, maar die eerste 4 hoofdstukken, dat ging razendsnel en dat stemde me heel optimistisch. Dus ik dacht, we gaan mooi 2 stellingen bewijzen in de plaats van 1 en nou, dat probleem heb ik je voorgeschoteld. Maar toen werd het even wat moeilijker, er kwam even een dip en ja, dat bewijzen, dat lukte niet altijd in het begin, maar je zette door. En je zette zo goed door dat we eigenlijk aan het eind van de rit toch beide stellingen hebben kunnen bewijzen. Af en toe een beetje met hulp, maar ook voor het grootste deel natuurlijk door je eigen inzet en je goede werkhouding. Je was echt, wat dat betreft, een ideale student.
altijd op tijd, de nieuwe stukjes opsturen, verbeteringen aangebracht die we samen hadden besproken, dat liep vanzelf. En het resultaat is dan ook een supermooi afstudeerwerk, dat als het even mee zit, binnenkort ook wel een artikel zal worden. Ik zal me daarvoor inzetten, dat hoef jij niet meer te doen. Maar dan hebben we samen een mooie publicatie. En jij kunt daarmee de wereld in, bij de wereld in. Ik heb begrepen dat je niet in de abstracte wiskunde verder gaat, maar je toch meer richt op het bedrijfsleven. Nou, daar wens ik je heel veel succes en heel veel sterkte in. En gezien je werkhouding zal dat zeker lukken. Rick, met je mooie bul. Je moet altijd even de kleine lettertjes lezen. Dat heb ik dus ook voor je gedaan. En er staat dat je deze bul krijgt met het felbegeerde predicaat cum laude. Van harte. Rick, jij bent aan je afstudeerproject begonnen, zoals je op deze illustratie ziet, op het onderwerp beeldverbetering. En daar was al een opzetje toegegeven door iemand die ook hier aanwezig is, Loes van Rijswijk, ingenieur Loes van Rijswijk. Dag Loes. En zij heeft in haar bachelorproject al een mooie werk afgeleverd. Daar ben jij op voortgegaan. Ik dacht, laten we voorzichtig beginnen. Maar uiteindelijk was het natuurlijk niet alleen aan jou om de puntjes op de i te zetten, maar om ook iets nieuws en creatiefs in te brengen. En dat heb je uiteindelijk ook gedaan. Want je hebt iets heel wezenlijks aan dit probleem toegevoegd. Namelijk een artificial intelligence component, oftewel een leeralgoritme. Wat je hebt laten zien is in wezen dat je dit algoritme waarmee je, zoals je ziet, beelden kunt opscherpen, ook kunt gebruiken als een voorstap voor een zelflerend systeem, waarbij deze voorstap, dus met slimme wiskunde, het systeem niet alleen sneller leert, maar ook betere resultaten oplevert. En dat zal heel belangrijk zijn in toekomstige toepassingen. Deze bul, en natuurlijk niet in de laatste plaats dat predicaat cum laude, heeft je ook al onmiddellijk wat opgeleverd. Want samen met je cv en je motivatiebrief heeft het ons ertoe overgehaald om jou aan te stellen als een promovendus op een best wel ambitieus project. Dat je samen gaat doen onder mijn begeleiding, die van mijn collega's hier in Eindhoven, maar ook in Delft. En in overleg met een neurochirurg in het Elisabeth II Stedenziekenhuis, om aan de hand van zeer geavanceerde wiskunde de zenuwbanen in de hersenen zichtbaar te maken, ten behoeve van hersentumoroperaties. Dus dat belooft nog wat. Er zijn overigens heel veel bedrijven en ziekenhuizen in geïnteresseerd, die hebben interesse getoond en die zullen dit project ook nauwgezet blijven volgen. Zoals je op je pasfoto staat, bovenaan je cv, zo ben je ook. Het is altijd een big smile. En daaruit maak ik op dat je je studie met veel plezier hebt gedaan. En dat je ook vol enthousiasme en zelfvertrouwen begint aan deze nieuwe uitdaging. En dat kan je goed gebruiken, want ja... Een promotietraject, dat verloopt natuurlijk niet altijd zonder bloed, zweet en tranen. En je wordt al vrijwel onmiddellijk zwaar op de proef gesteld, want over dik een week moet je naar Granada voor een conferentie en daar kan het best warm zijn. Gelukkig is er een zwembad bij, goed eten, dus ik denk dat dat het een beetje draaglijk voor je gaat maken. Rick, nogmaals gefeliciteerd en heel veel succes. Niet in de laatste plaats, een beetje mijn eigen belang. Met de komende 4 jaar.
Maar gefeliciteerd, Dennis. Zullen we deze open houden voor de camera? Is er een camera ergens? Ja, dat is het. Kijk aan. Ga maar door. Beste Dennis, geachte aanwezigen. De vicedecaan heeft zojuist gezegd dat wij een opleiding bieden die gevarieerd is. Nou, dat heb jij geweten. Het project wat Dennis heeft gedaan, dames en heren, was heel uitzonderlijk. Het begon met het feit dat hij 3 begeleiders had. Ik zelf mocht er eentje zijn. En daarnaast was Remco van der Hofstad, hoogleraar statistiek, en Albert Schenning, hoogleraar scheikunde, waren ook begeleiders van Dennis. Ik weet niet of u een idee heeft hoe moeilijk het is om 2 begeleiders op 1 lijn te krijgen over het onderzoek, maar 3 is nog heel veel lastiger. Daarnaast was dit project heel bijzonder vanwege het feit dat het begon bij een vraag van de scheikundige, van deze professor Albert Schenning. Ze maken daar in het lab stukjes plastic. En die stukjes plastic die zijn bedoeld om te bewegen. En dat doen ze ook. Alleen als je ze in de zon zet, dan bewegen ze ook op een manier dat zij niet gedacht hadden, dat ze niet gepland hadden. Ze zijn er niet helemaal over eens of ze er blij mee zijn of niet blij mee zijn. Maar het is in ieder geval gek en ze snappen niets van waarom het gebeurt. Goed, Albert Schenning kwam hiermee naar mij toe. Ik haalde Remco van der Hofstad erbij en wij 2 wiskundigen dachten, nou, dat varkentje zullen we eens even wassen. Met zijn expertise op het gebied van stochastiek en mijn expertise op het gebied van differentiaalvergelijkingen, dan komen we er samen wel uit. We vonden een student, Dennis. Dennis die ging onder ons 3 begeleiding, ging dit probleem oplossen. Dat heeft hij ook gedaan, maar niet op de manier dat wij dachten. Remco en ik hadden best een aantal suggesties in gedachten over redenen waarom dit plasticje zo raar zou bewegen. Dat was best een lijst. Dennis heeft ze 1 voor 1 naar de prullenbak verwezen. Met serieuze wiskundige onderbouwing. Dat was belangrijk wiskundig werk. Op een bepaald moment waren we met z'n allen, inclusief Dennis, waren we een beetje door onze vermoedens heen over wat er nou aan de hand zou kunnen zijn. En op dat moment, en dit is echt uitzonderlijk voor een student wiskunde, kan ik u vertellen. Op dat moment heeft Dennis de mouwen opgestroopt en is het chemische lab ingegaan en is daar gaan meten. De conclusie van hem was dat we komen er niet uit zonder echte metingen te gaan doen. Dat heeft hij gedaan en dat is uitstekend uitgepakt. Als gevolg daarvan is er nog een laatste hypothese bijgekomen over waar deze rare bewegingen vandaan zouden kunnen komen. En die heeft hij experimenteel bevestigd. En dat als geheel, dames en heren, is een heel bijzonder stuk werk. Het is een mengsel van wiskunde en experimentele wetenschap. Het is een stuk werk wat gedreven is door een puur experimentele vraag. En waar zowel theorie als praktijk samenkomen om een antwoord te geven op die experimentele vraag. En op dit moment zijn de scheikundigen nog steeds aan het piekeren over wat ze hier uiteindelijk mee moeten. Want het is heel anders dan wat ze zich hadden voorgesteld. Maar het is in ieder geval iets wat hun iets vertelt, wat ze daarvoor niet wisten. En wat Remco en ik ook volstrekt niet zagen aankomen. Dennis, je hebt het uitstekend gedaan. Ik ben echt onder de indruk van de... Dat is niet jouw batterij, dat is niet mijn batterij. Ga jij maar door. Ik heb een microfoon nodig. Ga dan maar. Oké. Dat moet dan. Ik zal maar snel doorpraten. Ja, voordat de batterij op is, ja. Ik maak nog even het praatje voor Dennis af, als je dat goed vindt. Ja. Ja, oké. Okay. Ja. Nogmaals. Ik vind dat je het onwijs goed hebt gedaan. Ik vind dat je heel goed actief bent bezig geweest met wiskunde. En actief verder gegaan dan de grenzen van je eigen opleiding. Want wij hebben jou niks geleerd over wat je in zijn laboratorium moet doen. Hoor. Dat heeft hij helemaal zelf uitgezocht. En de resultaten die zijn er ook naar. Dus ik denk dat je daar echt, je mag echt trots zijn op wat je daar bereikt hebt. Het heeft zich ook vertaald in een mooie aanbieding om door te gaan als promovendus. En ik denk dat je met dezezelfde houding, de can-do houding die je hebt laten zien, dan sta je er prachtig voor in dat promotietraject. En ik wens je daar heel veel succes mee.
First of all, I'd like to congratulate you, not only from me, but also on behalf of my two co-supervisors, Lawrence Panny and Professor Tanya Langer. Dimitri also knows what it's like to have three supervisors fighting over him. It's really a fantastic achievement. You came to me last November with extremely ambitious plans. He said, I want to do my research in isogeny-based cryptography, having attended a short course at a post-quantum summer school in Eindhoven last year, taught by me. Just a quick explanation for the audience so you can appreciate what an undertaking this was. So I don't know how many people know what cryptography is, but it's normally, well, a large part of it is about encrypting messages. So you can think of your message as a jigsaw puzzle that's already done. And if you break up this jigsaw puzzle and scramble it up, then it's very hard to put all the pieces back together again, but it was very quick to scramble it all up. But say that I had already done this jigsaw puzzle and I'd numbered all the pieces on the back and told my friend Dimitri the ordering of the pieces, he could put it together relatively quickly. So you can think of the person trying to put this jigsaw together with no information as the NSA trying to read our messages. And so long as by the time Dimitri's put together the pieces, the time that takes the NSA is much longer, then the message remains safe. So unfortunately, the NSA and some other companies are trying to build something called a quantum computer, which means that they're basically really good at jigsaw puzzles in this analogy. It's not actually what it does, of course, but it means that we have to rethink the way we do encryption completely because all of the maths that the cryptography was based on is broken by the quantum computers. Well, the maths isn't broken, but the encryption is broken. So post-quantum cryptography is a collection of new protocols which quantum computers can't break. At least we hope they can't break them. And Dimitri dove immediately right into the most mathematically involved of all of these options in post-quantum cryptography, which is namely isogeny-based crypto, a subject that brings together advanced algebra and the latest research in number theory, which is Getaltheorie, and geometry, which is Meetkunde. So he was just like, I'm just going to learn all of maths and it won't be any problem. And when we first discussed the possibility of doing research in this area, I did really try to warn him that it wouldn't be an easy ride. And there's a lot of prerequisite material that wouldn't be covered in any master's course. But he was completely unperturbed by this and said, that's no problem. I'll do a Capital Selector project first with you and you can teach me everything I need to know. So, we tried to do that. So we began in November already, working on learning this very wonderful but pretty difficult material. And by March, he had some hardcore maths knowledge and a choir tour of the Netherlands in his pocket. And we started on the research for your master's thesis. And by this time, Lawrence, Tanya, and I had learned that you're up for a challenge. So we thought, okay. The algorithm that you studied in your thesis, as you know, is an important key to an open problem in isogeny-based crypto. And the only known article presenting it was previously basically avoided by all experts in the field, including the authors, as it was too difficult. However, you understood, improved, implemented, and started to generalize this impossibly difficult algorithm. So I hope that we can continue working together in the future, either to generalize this algorithm or to do something else, because it's been an absolute pleasure working with you these last few months. And I think you can be extremely proud of writing such a nice thesis in only 5 short months, and of your general attitude of jumping right in with your positive enthusiasm, and it's very infectious on everyone around you. And that implies not only to your thesis, but also the fact that you moved to the other side of the world and completely embraced a new culture. So congratulations, gefeliciteerd. Je ouders weten je naam al. Juri, vandaag is natuurlijk een mooie dag voor jou en je familie.
maar het is ook een beetje een treurige dag voor mij. Ik zal het zo uitleggen. Maar laat me beginnen met je van harte te feliciteren met het behalen van niet één, maar twee diploma's vandaag. Je Master Business Information Systems, waarvan je nu het diploma hebt gekregen, maar ook je Master's Operations Management and Logistics. En je hebt ook nog beide Master's Cum Laude behaald. Voor je afstudeeropdracht heb je samengewerkt met het bedrijf CITEG. Dat is een bedrijf dat beheert de apparatuur in de fabrieken op Gemelot. En ze zijn daar bezig met een heel innovatief systeem, waarmee ze de prestaties van de apparatuur kunnen meten en waarmee ze kunnen voorspellen wanneer bijvoorbeeld een filter of pomp kapot gaat. En nu willen ze met die voorspelling ook de planning gaan optimaliseren. En dan gebeurt er wetenschappelijk ook iets interessants. Want op het moment dat je in een planning ook bijvoorbeeld reparaties opneemt, dan verandert je voorspelling ook. Als je een pomp repareert, gaat die tenslotte niet meer kapot. Hopen we. Er ontstaat dus een soort iteratief proces waar je herhaaldelijk voorspelt en plant totdat je een optimale planning hebt. En omdat plannen erg veel computerkracht kost en je dat nu herhaaldelijk moet doen, heb je een uitdaging. Je kunt tenslotte een computer niet dagenlang laten rekenen als je het antwoord morgen nodig hebt. Jij hebt gewerkt, of een stuk bijgedragen aan het oplossen van het probleem, want het bleek al snel dat we dat probleem behoorlijk hadden onderschat. Je hebt je vooral gericht op het voorspellingsgedeelte, met daar aan het einde nog een stukje planning erbij. En daarbij heb je een heel aantal technieken gecombineerd en vergeleken. Ik was erg onder de indruk van de manier waarop je dat hebt aangepakt. Je hebt je in korte tijd ingeleerd in een aantal nieuwe technieken en je hebt die met veel ijver en enthousiasme losgelaten op praktijkdata die altijd wat weerbarstiger blijkt dan de theorie. Dat was dan ook regelmatig één stap vooruit en twee stappen terug. Je ijver blijkt er ook uit dat je zo'n 3 weken voor je afstuderen het nog nodig vond om het een en ander even helemaal over een andere boeg te gooien. Wat betekende dat je in 3 weken nog een hele nieuwe techniek moest toepassen en de helft van je verslag schrijven. Daar werd ik wel zenuwachtig van. En passant ben je ook nog een beetje het gezicht geworden van het CITEG Asset Health Center. Als je daar tenminste naar googelt, dan komt jouw foto meerdere keren in de zoekresultaten voor. Juri, ik heb met heel veel plezier met je samengewerkt. Je grote inzet en enthousiasme werken aanstekelijk. En ik had tijdens onze gesprekken ook altijd het gevoel dat we echt samen aan het werken waren. Het was niet, ik ben de begeleider en jij bent de student, maar het is, ik bracht een idee in, jij bracht een idee in en samen brengen we het probleem een paar stappen vooruit. Zo heb ik ook het een en ander van jou geleerd. Nieuwe voorspellingstechnieken, maar ook de topografische locatie van het dorp Schummert. Dat was een fantastische manier van samenwerken en na onze afspraken had ik altijd het gevoel van yes, dat was leuk. Vandaar dus voor mij vandaag een beetje een treurige dag. Natuurlijk sturen we onze studenten met veel plezier de arbeidsmarkt op, maar onze samenwerking ga ik missen. Gelukkig krijg ik nog wat uitstel, want we gaan eerst nog samen een artikel schrijven over jouw afstudeerwerk. Juri, nogmaals, het was een plezier om jouw mentor te mogen zijn en heel veel succes in je carrière. So, thank you very much. I would like to introduce our chairwoman of our study association, Gewis, to have a short speech as well. Ilona, please come up. So, dear ladies and gentlemen, students, family, friends, and all other attendees. Let me start with introducing myself. I am Ilona Hoenrop and I'm the chairman of GWIS, the Study Association for Computer Science and Mathematics Students. We organize activities that are study-related but also social-related. But most of all, it has been a second home for some of the students in front of me. I'm happy to stand here and I can see the smile and the joy on some of the people in front of me. For the candidates, it's an honor to receive a master's degree. The degree reflects years of hard work and is received for only a very small percentage of the population. Something not only you can be proud of, but also your family, friends, and me. I'm proud of all of you in the name of GWIS. And after this, I want to pay some special attention to a formal board member and an active GWIS member. And therefore, I will switch to Dutch for a moment. So, first of all, Laura,
please come. Front. Laura was vicevoorzitter van het 33e bestuur van Gewis. En totaal onbevooroordeeld kan ik wel zeggen dat haar bestuurskleur prachtig was, namelijk felroze fuchsia. En Laura was hier ook heel erg blij mee, want die is enorm gek op roze. En iets wat wel benadrukt mag worden is dat ze ervoor heeft gezorgd dat de fysieke foto's van het archief van Gewis is gedigitaliseerd. Dus alle oude foto's van Gewis-activiteiten die ontwikkeld waren, heeft zij ingescand, zodat die tot iedereen's beschikking waren. Gedurende haar tijd bij Gewis was ze altijd erg fanatiek bij de activiteitencommissie. Ze was een echte kaarttrekker van deze commissie en wist altijd leuke nieuwe activiteiten te bedenken met haar creativiteit. Naast haar creativiteit is ook haar liefde voor spelletjes in deze commissie erg naar voren gekomen. Een liefde die ze regelmatig beantwoordt met een spelletje bij de Knights. Haar studie heeft Laura echter nooit een spelletje van gemaakt en die heeft ze dan nu ook zeer succesvol afgerond. Namens Gewis wens ik je heel veel succes in het bedrijfsleven en ik nodig je ook uit om een keer weer lekker bij Gewis terug te komen om te kletsen of een spelletje te spelen. Dus, gefeliciteerd. Dan, Ruben. Ruben was gedurende zijn tijd aan de universiteit erg actief bij Gewis. En hij heeft veel bijgedragen, zoals aan de gemotwierden met zijn prettige uitspraken, zoals ik wel kan zeggen. Zoals elke geldspriet is er één. Het maakte Ruben niet uit. Hij was een deelnemer, commissielid, assistent of zelfs de mol gedurende het weekend. Maar hij wist altijd precies wie er verdacht ging worden en hoe iedereen het spel ging spelen. Niet alleen tijdens deze weekenden maakte Ruben misbruik van deze misleiding. Gebruik van deze misleiding. Dit doet hij eigenlijk het hele jaar, want als echte Brabander is hij toch liefhebber van Limburg. En bij het dispuut Gelimbo levert hij dan ook zeker zijn bijdrage. En op dit moment is hij gouverneur, zoals ze het noemen. Nadat heel wat jaren bij Gewis heeft het in het teken gestaan van niets is zoals het lijkt. Is er nu tijd voor iets wat heel wel is wat het lijkt. Namelijk het zeer succesvol afronden van je Master Industrial and Applied Mathematics. Hij heeft ook zeer veel studenten begeleid die hier op de universiteit kwamen. Hij heeft ze geholpen met een nieuwe indruk wekken over hoe het hier is, als intro-ouder en ook als intro-commissie. Maar nu is het dan echt tijd om zelf een nieuwe ervaring op te gaan zoeken in het bedrijfsleven. En hiermee wil ik je heel veel succes wensen. Ladies and gentlemen, the only thing what is left to say for me is that I want to congratulate all the people in front of me. And that this may be a flight for the rest of your lives. And that you can achieve anything that you want to achieve. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Masters of Science, with reverence to the words of the previous speakers and on behalf of the Department of Mathematics and Computer Science, Electrical Engineering and Industrial Engineering and Innovation Sciences, I congratulate you and your families and friends on your degree. I wish you every success and good fortune in your future careers. Carrying a scientific degree comes with duties as well as rights, and this is serious, and it is my duty to point this out to you. Let me see. Apparently not. The scientific degree of master involves duties as well as rights. As a holder of this degree, you are committed to standards of scientific integrity, trustworthiness, intellectual honesty, openness, and independence. These standards are described in more detail in the Netherlands Code of Conduct for Scientific Practice and in the Eindhoven Code derived from it. You also have duties towards society. You must be clear about the boundaries of your own expertise
and you must communicate honestly and independently about the results of your work, including potential risks associated with it. You are committed to the ethical codes for research and design involving human subjects or animals. The university likes to keep in touch and in contact with our graduates. That's why we ask you to register in the AlumniNet. Please do. Don't forget. And become a member of one of our alumni associations. More detailed information can be found in what you just received. So, ladies and gentlemen, I have to close the examination. So outside this room, you will have a chance to congratulate all the Masters of Science here. Thank you for coming. Before we end this, I need to give a small update on how the procedure goes. I would ask all the graduates to essentially line up with the face next to each other, with their face to the public. Then the committee will pass by, shake your hands. After we've done all of that, we all want you to go line up at that side in together with the committee so that we can make a photo. And after everything is done, we'll walk out upstairs and we can have a drink in the bar upstairs. The public sitting of the examinations committee is hereby closed.